weer. Het is de laatste dag, de laatste vlog. We staan op het vliegveld van Sao Paulo. Ik ben Priscilla en dit is... Urte. Haha. Vandaag hebben we dus niet zoveel gedaan, een rustdag gehad. We hebben een beetje kunnen uitrusten, koffers inpakken. We hebben een fijn ontbijt gehad. We hebben een hele mooie aanbidding gedaan. We hebben daarbij profetische woorden bij iedereen op teruggeschreven, zodat we dat kunnen meenemen naar huis. We zijn hier nog gaan shoppen. We hebben een super mooie lunch gehad, waarbij we Roberta en Sabrina en Bia mochten bedanken. En, met een mooi cadeautje. Ja, met een mooi cadeautje, een mooie bijdrage. En ja, we staan nu op het vliegveld en we gaan nu terug. De groep is daar. Kom maar mee. De groep staat klaar. Iedereen heeft geshopt, iedereen heeft slippers. Gerry is hier. Melanie hebben we gevonden. Die is hier. Ja. Rick is hier. Ik heb nog puntjes. Jeanette is hier. Puntjes. Bla bla bla. Had nog iemand iets te vertellen? Ik heb nog één puntje en nu allemaal het vliegtuig in. Nee! Nee. We willen nog slippers kopen. Op moment, ik heb nog iets. Ik heb nog iets. We love Brazil. Jullie zijn wel heel rustig. Ja. Ja. En we kunnen even overleggen hoe we dat dan gaan doen. Ja. Hoe we wat doen. Ja. Zoals jullie zien gaat deze discussie de hele dag door. Dat gaat van morgen tot samenslaat. De planning verandert 100 keer. Oh. Maar dat maakt niet uit, want we hebben al die mensen kunnen helpen. En ja, we gaan nu lekker naar huis. Het vliegtuig in. We gaan landen. Viel het mee? Ja? Heel mooi landen. Bedankt allemaal voor de kijkers, voor de mensen die ons financieel gesteund hebben. We hebben een topgroep, we hebben een geweldige groep. We hebben mooi werk mogen doen. We zijn vol van de Heilige Geest, die we nu weer meenemen Nederland in. En we gaan het op de kop zetten. Yeah! Ja, beste volgers en kijkers, dit is dus de man die al die mooie vlogs gemaakt heeft voor ons. Dus we gaan even een applausje doen. Voor, Dennis, bedankt. Bedankt. Graag gedaan. Dennis, bedankt.